Hey, hallo. Wat leuk dat je meegaat op deze virtuele reis naar Afghanistan. Ik hoop dat je er heel veel zin in hebt. Ik in ieder geval wel. Want we hebben een paar hele bijzondere ontmoetingen op het programma staan. Hey, Simon. Salam, Elsa. Salam alaikum. Ik zie dat jij goed op de hoogte bent van de gebruiken in Afghanistan. Zeker. Het is belangrijk als je naar een land toe gaat, dat je ook je een beetje verdiept hebt in de cultuur, zodat je weet hoe je moet gedragen in het land. Dat is zeker in Afghanistan belangrijk, want een vrouw mag geen enkele andere man aanraken, alleen de man met wie ze getrouwd is. Ja, wij zijn in Nederland natuurlijk vooral gewend als we elkaar ontmoeten om elkaar of een hug te geven of voor het eerst een hand. Maar dat gaan we in Afghanistan dus niet doen. Nee, precies. Het is voor jou de eerste virtuele reis. Misschien leuk als je je voorstelt aan de reizigers. Ja, mijn naam is dus Elsa. Ik ben getrouwd en we hebben een prachtige tweeling. En het leuke is, wij hebben 7 jaar in een van de buurlanden van Afghanistan gewoond. Dus ik heb zo'n zin om weer naar dat gebied terug te gaan. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. En jij hebt je voorgesteld, maar ik ben ook wel benieuwd wie er allemaal met ons op reis gaan. Misschien leuk als je je even voorstelt in de live chat en... Ja, weet je, het is ook wel leuk als ze delen waarom ze mee gaan naar Afghanistan. Dus doe dat vooral. Goed idee. Hey, zullen wij naar binnen gaan? Lijkt me een goed plan. Gaan jullie met ons mee? Zitten we dan, Simon? Ja, ging best soepel. Ja, inderdaad, makkelijk ging de controle. Ja. Wat weet jij eigenlijk over Afghanistan? Het is een enorm fascinerend land. Er wonen heel veel verschillende volken en stammen. Maar Pashtun vormen de grootste bevolkingsgroep. Andere etnische groepen zijn Oezbeken, Tajiken, Hazara. En wist je dat er wel meer dan 50 verschillende talen worden gesproken? Echt? Ja. Maar er zijn 2 officiële talen, Dari en Pashto. Wat weet jij over het land? Nou, ik weet in ieder geval dat ze op de ranglijst christenvervolging op plek 10 staan dit jaar. Oh. Dat is eigenlijk vrij laag, want ik had gehoord dat ze juist na de overname van de Taliban op plek 1 stonden. Klopt dat? In 2022 stonden ze op plek 1. Mm-hmm. Dat kwam door al het geweld in 2021, toen de Taliban inderdaad de macht overnam. Er zijn heel veel christenen zijn vermoord. De vervolging barstte echt nog meer los en veel christenen zijn ook gevlucht. Dus er waren heel veel incidenten in dit jaar. De situatie is nu eigenlijk helemaal niet zo heel veel anders. Mm-hmm. Christenen die en de gewonen, die vaak in het geheim de Heer Jezus volgen, hebben nog steeds met heftige vervolging te maken. Maar de incidenten zijn wel minder, omdat heel veel christenen gevlucht zijn. Okay. Weet je eigenlijk hoeveel procent moslim is en hoeveel procent andere religies aanhangt? Ongeveer 1% is christen. Heel weinig zeg. Die zullen het vast niet makkelijk hebben, de christenen daar. Nee, en 99% is moslim, dus islamitisch land. Ongelooflijk, ja. Ik vind het daarom extra bijzonder dat we nu virtueel naar het land kunnen reizen, mensen kunnen ontmoeten. Want normaal kunnen we niet alles delen vanwege de veiligheidssituatie. Nee, dat zullen we nu ook zien tijdens de reis, tijdens de ontmoetingen. Dat de christenen om veiligheidsredenen niet zichtbaar in beeld zijn. Of niet herkenbaar, moet ik zeggen. Ja. Hey, lijkt het je een idee om nu de psalm te lezen die we altijd lezen voor we op reis gaan met Open Dorp? Psalm 121. Heel goed. Ja, pak even mijn Bijbel erbij. Het is een prachtige psalm, hè? En ik vind hem speciaal, heel speciaal, omdat we naar een bergachtig land gaan nu. Dan is die extra sprekend. Lezen jullie mee? Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt wacht over je gaan en je komen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Mooie psalm. Hè? Prachtig, hè? Zal ik een gebed uitspreken voordat we daadwerkelijk virtueel naar Afghanistan vliegen? Heel goed, want het gebed is zo krachtig, hè? En wat ik moet vaak aan de uitspraak van Anne van der Bijl denken. Als we bidden, zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren. Zo is het. Het gebed is grenzeloos. Precies. Laat ik bidden. Ja. Hemelse Vader, dank u wel dat we virtueel bij elkaar mogen komen en op reis mogen gaan naar Afghanistan. We bidden voor een goede tijd samen, voor goede ontmoetingen. Heer, en dat alles tot eer en glorie van uw naam mag zijn. Dat vragen we en we danken u in de naam van Jezus. Amen. Amen. Tijd om te boorden, Simon, volgens mij. Laten we opschieten. Ja, laten we gaan.
Hey Simon, we zijn er eindelijk. Ja, 13 uur. Best wel lange vlucht, hè? Zeker. Wel leuk dat we naast elkaar konden zitten. Heel gezellig. Weet je dat voor een Afghaanse vrouw dat de strengste verboden zou zijn? Die mag alleen maar naast de man zitten met wie ze getrouwd is. Ja, dat zei je onderweg ook, maar dat is toch best wel moeilijk, lijkt me dat. Want als je het vliegtuig inkomt en er zitten allemaal al mannen, of je hebt maar 3 stoelen naast elkaar, vinden ze dan wel plekken? Hoe doen ze dat eigenlijk? Nou, ik heb gehoord dat een heel gedoe is. Ik zag het trouwens ook. En die vrouw loopt gewoon heel lang te zoeken naar een plek. Meestal gaan alle vrouwen gewoon aan 1 kant van het vliegtuig zitten. Oké. Ja. Hey, we hebben volgens mij een heel mooi programma tijdens deze virtuele reis. Denk ik ook. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb hem hier op mijn mobiel. Ik zal hem even erbij pakken. We gaan zo eerst een specialist ontmoeten die echt alles weet over de ins en outs van christenen in Afghanistan. Dan luisteren we naar het verhaal van Kada. We gaan op bezoek bij Kulshan. We luisteren ook naar een overdenking. En het bijzondere is, we gaan ook een vluchtelingenkamp bezoeken waar heel veel Afghaanse christenvluchtelingen zitten. Okay. En natuurlijk gaan we samen bidden. Absoluut. Mooi. Dat belooft echt een mooi programma te worden. Absoluut. Ik ben wel benieuwd wat de andere reizigers al van Afghanistan weten. En wat natuurlijk heel belangrijk is om te weten, is hoeveel christenen wonen er eigenlijk in Afghanistan? Hele goede vraag, en, ja. En dat is, natuurlijk blijft dat een beetje een schatting. Mm-hmm. Maar zullen we een soort quiz doen? Leuk plan. Let's go. Laten we zeggen, een soort meerkeuzevraag. Mm-hmm. A is tientallen, B is honderdtallen, C is duizendtallen en D is tienduizenden. Zullen we dat doen? En dan kun je antwoord delen in de chat. Ja, en weet je wat zo leuk is? Aan het begin van deze reis hebben we al een hint gegeven aan de kijkers. Dus de oplettende kijker, die zou een beetje in de goede richting kunnen denken. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Zullen wij ons gaan omkleden? Lijkt me een goed plan. Zien we elkaar zo weer hier in de lobby. Helemaal goed. Tot straks. Tot zo. Zo vallen we wat minder op in de menigte. Elsa? Ja, ik ben het, Simon. Alle vrouwen in Afghanistan zijn verplicht om op straat een boerka te dragen. Het voelt zo benauwd, joh. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik had je helemaal niet herkend. Nee, nee. Vrouwen hebben het echt heel zwaar onder de Taliban. Wist je dat meisjes alleen maar tot hun 11e jaar naar school mogen? Want de Taliban vinden hoger onderwijs en voortgezet onderwijs niet in lijn met wat de sharia leert, de islamitische wetgeving. Wat heftig voor die jonge meiden allemaal, dat ze dan niet naar school kunnen, geen opleiding kunnen doen. Zeker. Wat een contrast met in Nederland, hè, waar zoveel verschillende opleidingen zijn, voor, ook, juist ook voor meiden. Ja. Ja. En weet je, er is zelfs een eerdere Taliban-periode geweest, van 96 tot 2001. Toen mochten meisjes überhaupt niet naar school. Tjonge. Dus heel veel twintigers en dertigers onder de vrouwen zijn totaal analfabeet. Tjonge. Hey, kun je iets meer vertellen of iets meer laten zien misschien over die Taliban? Want ze zijn eerder aan de macht geweest, hè? Klopt, wat ik al zei, van 96 tot 2001. Maar de kiem voor de Taliban is eigenlijk gelegd toen het Sovjetleger in 1979 Afghanistan binnenviel. Weet je daar iets van? Ja, wel iets, maar ik kan me voorstellen dat heel veel reizigers dat ook niet weten. Klopt. Misschien is het leuk als we even samen een YouTube-filmpje kijken om ons gewoon meer te verdiepen in de Taliban. Goed idee. Laten we kijken met elkaar. To understand the Taliban, you need to know what happened in Afghanistan in the 1980s. Afghan guerrillas called the Mujahideen fought a Soviet occupation for 9 years. They even got money and weapons from the CIA. In 1989, the Soviets pulled out, and the next few years were pretty chaotic. By 1992, there was a full-blown civil war with tribal leaders fighting for power. 2 years later, a militia called the Taliban started getting attention. Many of its members had studied in conservative religious schools in Afghanistan and across the border in Pakistan, and some of them had also fought as Mujahideen. And they had their own plans for the country. The people were so frustrated with this lawlessness, and the Taliban came marching along from Kandahar to city to city to city, saying, we're gonna make the cities safe for you again. By 1996, the Taliban had seized the capital. They declared Afghanistan an Islamic emirate and started imposing their own strict interpretation of Islamic law. They were like, you can't watch movies, you can't listen to music, women can't go to school, and other than doctors, they can't go to work. You have to wear a certain type of clothes, You have to have a certain kind of beard, you know, it just became more and more restrictive. Then 9/11 happened.
The U.S. was after Al-Qaeda's leader Osama bin Laden, who was hiding out in Afghanistan with the Taliban's help. The Taliban said they wanted proof he was behind the attack, and when they refused to hand him over immediately, the Americans invaded. The Taliban will pay a price. Within a couple of months, the Taliban were forced out of power, and Afghanistan got a new interim government. 3 years later, it got a new constitution, and Hamid Karzai was elected president. While that was going on, the Taliban had regrouped. They wanted foreigners out, and they wanted back in. What followed were years of devastating conflict, and it's still going on. Ik heb mijn boerka maar even afgegaan. Het was echt zo benauwd. Ja, dat snap ik. En dat is voor ons ook wel prettiger om gewoon jouw gezicht te kunnen zien. Klopt. Hé, hey, weet je wat ik plotseling bedenk? We hebben nog geen antwoord gegeven op de kijkersvraag. Nee, en ik zag reizigers al wel antwoord geven. Wat denk jij wat het goede antwoord is? Hoeveel christenen in Afghanistan, hè? Mm-hmm. Ik denk geen miljoenen. Misschien antwoord D, enkele tienduizenden. Nee, is niet goed. Is ook nog te hoog. Het goede antwoord is namelijk antwoord C, enkele duizenden. Tjonge, dat betekent dat is minder dan 1% van de Afghanen christen zijn. Ja, klopt. En dat is goed om te weten. In 2022, toen de Taliban de macht overnam, toen zijn heel veel christenen natuurlijk gevlucht naar het buitenland of zelfs vermoord. Dus het aantal is echt heel laag. Ja. Ongelooflijk. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het is hier om christen te zijn in Afghanistan. Geloof in het diepste geheim en zelfs elke dag je leven riskeren voor het volgen van Jezus. Je kunt eigenlijk niet anders dan ondergronds christen zijn. Ja, en je noemt eigenlijk de ondergrondse kerk. Mm-hmm. Wist je dat in Afghanistan een fysieke kerk heeft gestaan, op bovengronds? Ja. In de 60e jaren, volgens mij 1959, mm-hmm. toen heeft de president van Amerika een verzoek ingediend bij de koning van Afghanistan om daadwerkelijk een kerk te mogen bouwen. En in 1970 is die kerk ook daadwerkelijk gebouwd en open gegaan, maar dan wel voor buitenlandse christenen. Dus niet voor Afghaanse christenen. Ik wil een foto, wil je zien? Ja, heel graag. Heb je een beetje beeld bij hoe het eruit heeft gezien? Precies. Wauw, indrukwekkend gebouw, ja. Zeg. Ja. Hoe is het afgelopen met die kerk? Is die het nog gebruikt en heeft Open Doors daar ook connecties mee gehad? Ja, die kerk, de connectie met Open Doors is dat Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, ja. die heeft gesproken in die kerk, die is daar geweest. Maar de kerk heeft slechts 3 jaar gestaan. Wat is er gebeurd dan? Nou, op een zondagochtend is die kerk eigenlijk letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Want je noemde de ondergrondse kerk. Mm-hmm. Wat wel bijzonder is, is dat de Afghaanse geheime dienst, die hoorde van de ondergrondse kerk. Mm-hmm. En die hebben die kerk met de grond gelijk gemaakt, maar vervolgens ook een gat gegraven van 12 meter diep op zoek naar die ondergrondse kerk. Meen je niet? Dat is iets grappigs, maar het zegt ook wel iets over de situatie in Afghanistan. Ongelooflijk. En wat is met al die brokstukken gebeurd van de kerk? Weet je dat toevallig? Nou, het is leuk dat je dat noemt, want een van die brokstukken, een van die stenen, ligt in het Open Doors bezoekerscentrum in Ermelo. Dus als je iets van die kerk nog wil zien, ja, dan ben je van harte welkom om in het bezoekerscentrum daarna te kijken. En er is natuurlijk veel meer te zien. Ja, ik kan je heel erg aanraden, als je er nog niet geweest bent, om een keer langs te komen. Het is echt fascinerend om te ontdekken wat je daar allemaal kunt zien. Ja. En Anne van der Bijl die had echt een groot hart voor de christenen in Afghanistan, voor de Afghaanse kerk. En we hebben een video waarin hij daar iets over vertelt. Misschien leuk om daar met elkaar naar te gaan kijken. Boeiend. Kijken jullie mee? Officially, today there is no church in Afghanistan. That's why mentally I have a problem with going in there militarily to defend a regime that keeps alive 48,000 mosques and not one church. That's a mental problem for me. But I know there is a church. There is the body of believers meeting in homes or out there somewhere. I've been to several, and one particularly in Kabul, where we gave instruction to Afghans that had come to the Lord. They came from far and near by bus, meeting at the bus stop and waiting there with 10 or 12 until they were called in a couple of blocks further, where we had our secret meetings in the guest house, until the management of the guest house discovered what we were doing, giving training and having prayer meetings with the believers. He stopped us. We had to stop that. We had to go to the bus stop, tell the next group, no, you can't come anymore.
Disappointed, they went away. A few days later, the whole place was blown up, including the people who were inside, killed. We were not there. We had left. There is a church, but it is very much a suffering church, very much a persecuted church. Yet even in the high places, I cannot go into detail, there are followers of Jesus Christ in different circles. Lots of people in the villages and in the towns, thousands of them we know of, are really following Jesus. Heftig is, Simon, dat een gebouw waar Anne van der Bijl Bijbelse training gaf aan Afghaanse christenen, een paar dagen later gewoon werd opgeblazen. Dat is toch wat bizar voor woorden? Ja, dat is heel heftig. Ja. En als je hier zo rondwandelt in het land en je ziet al die gebouwen, al die moskeeën, dan lijkt het soms alsof er helemaal geen kerk aanwezig is. En anders zegt het ook, hè, officieel is er geen kerk in Afghanistan. Maar er is natuurlijk wel een kerk. In elk land is een kerk. En ook in Afghanistan. Alleen de christenen die volgen de Heer Jezus onder de radar. In het diepste geheim als een geheime kerk. En hoe dat nou is om in het diepste geheim de Heer Jezus te volgen. In het land waar de Taliban aan de macht is. Daar hebben we een aantal audiofragmenten van. Waarin een broer en een zus daarover vertellen. Laten we daar naar gaan luisteren. من در دانشگاه درس می‌خواندم که طالبان قدرت را به دست گرفتند. برای مدت با افزایش محدودیت‌ها در مورد چیزهای مانند نحوه لباس پوشیدن اجازه ادامه کار را داشتیم. من بخشی از تحصیلم را پشت سر گذاشته بودم اما اکنون به عنوان یک زن اجازه ندارم تحصیلاتم را تمام کنم. آنها مکتب را برای فرزندانم بسته کردند. کار پیدا کردن سخت است و مردم فقط برای غذای اولیه و گرما در تلاش هستند. من کار می کنم اما روز هم در این خنک زمستان به سختی می توانم ضروریات فرزندانم را تأمین کنم. مردم در این منطقه رنج می برند اما هیچ کس جرأت نمی کند چیزی بگوید. گاهی با خودم فکر می کنم که چرا خدا ساکت است؟ و کار نمی کند. ترس زیاد وجود دارد و نمی دانیم به چی کسی اعتماد کنیم. خانه و تلفن مردم تلاشی و بازرسی می شود. ما زنان را ایستاده کرده سوال می کنند تا ببینند مردی که ما را امرایی می کند از خانواده نزدیک ما مانند برادر یا پدر ماست یا کس دیگر. در خانه نشستن دلگیر است. گاه تعجب می کنم که چرا خدا ما را نمی بیند. تمام امید ما در حال از بین رفتن است. تنها امید من خواندن کتاب مقدس کلام خداست. دعا می کنم که خداوند به من قدرت بدهد که پایدار بمانم. شکرگزار هستم که از طریق برنامه های رادیو صدای زندگی که انجیل را با مردم ما به اشتراک می گذاشتن با خداوند و نجات دهنده خود عیسی مسیح آشنا شدم. خانواده ما هر روز با برنامه های رادیو صدای زندگی گوش می دهند و ما با هم دعا می کنیم. وقت در رادیو از محبت و لطف خدا صحبت می کنند بسیار خوشم می آید. من دعا می کنم که همه افغان ها کتاب مقدس را بدانند و از عیسی مسیح که خداوند و نجات دهنده است پیروی کنند. Me echt trof in die video, Simon, is echt de wanhoop die je proeft in het leven van de mensen daar. Mm-hmm. Vrouwen worden totaal geïsoleerd, kunnen zich niet ontwikkelen, moeten de hele dag thuis zitten. Economische malaise, kinderen niet naar school kunnen. Je zou er gewoon echt depressief van worden. Ja, het is gewoon heftig om te lezen en inderdaad, je zou er depressief van worden. Je zit eigenlijk als het ware gevangen in je kleding, gevangen in je huis met zoveel beperkingen. Ja, dat is echt heel heftig, ja. Wat ik zo mooi vond, is die vrouw echt duidelijk laat merken dat ze hoop en joy in God vindt, hè? Ja. Dat is ontzettend bemoedigend. Ja, hoop in God en ook kracht in het lezen van de Bijbel, zijn woord. Ja, mooi om dat te horen, hè? Zeker. Ja. Iemand die veel meer kan vertellen over de situatie nog in Afghanistan is Thomas Muller. Hij is specialist, expert. Ook onderzoeker. Hij helpt elk jaar mee in alle onderzoeken rondom de ranglijst Christenvervolging die we jaarlijks publiceren. Het is goed om te weten dat hij onherkenbaar in beeld wordt gebracht vanwege veiligheidsredenen, zodat hij zijn werk wat hij doet ook kan blijven doen. En laten we naar hem gaan luisteren. Boeiend. Afghanistan is one of the
most interesting and one of the most restricted countries in the world. It may even be the only country which is a UN member and which officially says there are no Christians in our country. So if you check it out, in May 2022, the Taliban spokesman said, at a request of a journalist, we have no Christians in our country. So officially there are no Christians, and this means they have to be deep underground if they are still within the country. There are many, many refugees in neighboring countries like Pakistan and Iran and all over the world. But those who remain in Afghanistan, they cannot exist officially. And they used to have a bit more freedom, a bit more space under the former republic, especially in the cities, Kabul and other cities. But now this freedom has reversed and it is becoming more and more difficult for Christians. It is not that all Christians, when they are discovered, are automatically or always killed, but they will be pressured by their family, by the community, by the society, and especially, of course, by the Taliban. De Taliban claimt gewoon dat er geen christenen zijn in het land. Gelukkig weten wij wel beter. Ja, dat hebben we inmiddels gezien en gelukkig ook gehoord. Maar het leven van de mensen algemeen in Afghanistan, maar dus ook van de christenen, wordt natuurlijk wel enorm ingeperkt. Het wordt dan echt niet makkelijk gemaakt. Ik ben wel benieuwd, Thomas, hoe doet de Taliban dat? Kun je daar iets meer over vertellen? De Taliban stepped up their game in trying to find out Christians, and not just Christians, but also people working with the former government, people in the security forces, and also people working for NGOs and other international organizations. And of course, there is an overlap. So many Christians did that. So this is another reason why they are targeted. The Taliban has issued a fatwa or a call to imams around the country, across the country, to find out who is not attending mosque regularly. This has been not a problem over recent years, but there was more freedom to do so. This is not anymore. You have to act like a Muslim, even if you are not. And another thing that is new, or another development that is new, again, especially in Kabul, maybe also in other big cities, but especially in Kabul, is that you have CCTV, cameras watching you everywhere. So this means you cannot easily gather or come together as a community without being noted, even if you take all kinds of precautions. Ik vind het gewoon echt heel angstig om te zien hoeveel controle er is overal. Mm-hmm. Maar ook dat je gedwongen wordt om je voor te doen als moslim, terwijl je dat helemaal niet bent. Dat lijkt me heel heftig. Ja. Ja, we hebben het al een paar keer benoemd eigenlijk, hè, dat christenen in Afghanistan in het diepste geheim de Heer Jezus volgen. Dus eigenlijk continu als christen onder de radar moeten blijven. Maar als je dan verplicht wordt je te gedragen als moslim, dat gaat eigenlijk nog een slagje dieper. Ja, dus zelfs naar de moskee gaan, 5 keer per dag bidden, dat is echt ongelooflijk zwaar. Thomas, je hebt een aantal keren al wat met ons gedeeld. Is er misschien nog iets wat je met ons wilt delen? Leaving the country for many is not an option anymore. So they need our support, they need our prayer, they need our hope. We are trying with what we do with partners in the country to provide hope for them, to provide support for them, even to provide small livelihood programs where this is possible. But Afghanistan, as I said in the very beginning, is one of the most restricted countries we deal with. This is, in a nutshell, what Christians in Afghanistan are facing. Officially, there are no Christians, so you cannot be noticed at all. Even if there is a suspicion that you are a Christian, this means you are already
in trouble. Gevangen in je kleding, gevangen in je huis en eigenlijk ook gevangen en opgesloten in je land. We horen het Thomas zeggen dat Afghanen kunnen niet zomaar Afghanistan uit. Dus christenen ook niet. Onze broers en zussen kunnen niet zomaar daar weg, omdat ze vervolgd worden. Ze zitten gewoon opgesloten. Heel heftig. En tegelijkertijd vind ik mooi dat Thomas weer benadrukt hoe belangrijk het is dat we voor hen bidden. Hè? Want bidden kunnen we altijd doen, ook vanuit Nederland. Dus laten we dat ook vooral blijven doen. Zeker, ja. En wat ik zo bijzonder vind, zijn ook tekenen van hoop, hè. We gaan zo meteen bijvoorbeeld Kada ontmoeten. Dat is een hele bijzondere en sterke vrouw. En dat is één van de mensen die Open Doors heeft kunnen helpen. Maar voordat we haar ontmoeten, gaan we eerst ons meer verdiepen in het land. Dus laten we gewoon wat feitjes samen bestuderen. Zullen we dat doen? Ja, goed idee. 1. Afghanistan betekent letterlijk het land van de Afghanen. Het land heeft vele steile bergen en uitlopers van het Hindukush hooggebergte. Met toppen hoger dan 7300 meter in het centrum van het land. De hoofdstad Kabul ligt tussen deze toppen en is een van de hoogst gelegen hoofdsteden in de wereld op 1790 meter. Kabul is strategisch gelegen aan de Khyberpas, de belangrijkste verbinding tussen Afghanistan en Pakistan. 2. Een van de nationale sporten van Afghanistan is Guri Paran Bazi, dat betekent vliegeren. De kleurige vliegers worden opgelaten in de lucht met touw dat ze bedekken met gruis van glasscherven. Het doel is om als enige over te blijven. Door met de touwen tegen elkaar aan te vliegeren, proberen de vliegeraars elkaars lijnen door te snijden. De eigenaar van het laatst overgebleven vlieger is de grote winnaar. Je kent deze sport vast wel van het beroemde boek en de verfilming De Vliegeraar. Echter, deze sport is door de Taliban verboden. Het zou volgens hen on-islamitisch zijn. 3. Een andere traditionele sport is buskashi. Een eeuwenoude volkssport die voortvloeide uit de traditionele jacht op berggeiten. Tijdens de wedstrijden worstelen ruiters op snelle paden om het karkas van een geit te bemachtigen en voor de voeten van de scheidsrechter te werpen. Tijdens het eerste bewind van de Taliban-regering in Afghanistan werd de sport verboden, omdat ze het spel immoreel vonden. Nadat de Afghaanse Taliban in 2001 werden verdreven, werd de sport hervat. Toen de Taliban in 2021 weer aan de macht kwamen, stonden ze toe dat de sport werd voortgezet. 4. Afghanen zijn enorm gastvrij. Het is een eer om gasten te ontvangen. Een uitnodiging is vaak niet nodig om elkaar te bezoeken. Buren en vrienden kunnen elkaar bezoeken zonder eerst een afspraak te maken. Als je op bezoek gaat bij een Afghaan, kan het zijn dat je op de vloer zit op kussens en tapijten. Zorg ervoor dat je met gekruiste benen zit of in een houding die voor jou comfortabel is. Maar richt je voeten niet naar iemand toe, want dat wordt als onbeleefd gezien. Interessant al die sporten in Afghanistan zien, want speciaal het vliegeren vond ik fascinerend. Heb jij de vliegeraar gezien? Daar komt het ook heel mooi terug. Dat heb ik niet gezien, maar als ik aan vliegeren denk, dan moet ik ook denken aan mijn jeugd. Ik heb heel veel gevliegen, dus daar kan ik me goed wat bij voorstellen. Maar die andere sport, het buskashi met die doddigheid, dat lijkt me helemaal niks. Klinkt heel bloederig, hè? Ja. Nou, lijkt me ook niks. Weet je waar ik zin in heb? In de gastvrijheid proeven bij een Afghaanse familie. Ja, en dat gaan we zo meteen doen. En dan is het wel goed dat we die feitjes even gehoord hebben, hè? Want we moeten niet met onze voeten richting de mensen hier gaan zitten. En volgens mij ligt achter ons het dorp waar Kada woont. Ja, zullen we erheen gaan? Goed idee, laten we gaan. Let's go. شب که شد تلفنم را نگاه کردم با امید اینکه از ایسان خبری بگیرم اما تلفن او خاموش بود و من نتانستم با او تماس بگیرم در ابتدا فکر کردم که شاید او در منطقه است که هیچ امکان ارتباط گرفتن را ندارد اما با گذشت زمان و هنوز هم از او خبری نبود من واقعا پریشان شدم من منتظر بودم با امید هر نشانه ای که او خوب است. من با همه ارتباط خوب داشتم. به خصوص با دختری که تیم ما را در محل کار رهبری می کرد. صحبت کردن با او آسان بود.
و هو همیشه داستانهایی در مورد زندگی خود را با ما بیان میکرد. یک روز او کتاب را بدون این که چیزی در مورد او بگوید به من داد. معلوم شد که کتاب مقدس است. احسان مرا بسیار دوست داشت. او گفت هر راهی که بروی من بهترین دوست تو هستم و تو را دنبال خواهم کرد. او به من اطمینان داد. من همیشه در پلویت راه می روم و به این ترتیب به مدت 6 ماه شروع به خواندن صفحات عهد عتیق و جدید کردیم. ما ایمان آوردیم، وصل تعمید گرفتیم و از آن وقت بود که سفر ما آغاز شد. یک شب شوهرم پس از ملاقات با گروهی گم شد. آخر شب بود و ترس من بیشتر شد. احساس کردم چیزی بد اتفاق افتاده است. تلفنم را پنهان کردم با امید اینکه چیزی بهتر اتفاق داده باشد. اما از چیز بد می ترسیدم. روز بعد متوجه شدم که جسدش را با آثار شکنجه پیدا کردن. وقتی خبر رو شنیدم در خانه بودم. پدرم هم آنجا بود. من به زمین افتادم و به حالت کما رفتم. وقتی به اوش آمدم دوباره به خانه برگشتیم. جنازه شوهرم را برای دفن می بردن. من هر روز با احسان صحبت می کردم. حالا که او رفته هر شب با خدا حرف می زنم. من معتقدم که او به تمام دعای من گوش می دهد و مرا می شنود. تحت سایه حکومت طالبان زندگی بسیار مشکل است. با این حال با پایداری در ایمان قوی خود در طوفان زندگی به پیش می رویم. همانطور که راه مسیر را انتخاب کرده ایم، این درک را پذیرفته ایم که این مسیر بدون آزمایش نیست. اما با امید و وعده هایی که خداوند به ما داده است استقامت می کنیم و این راه را ادامه می دهیم. Wat een aangrijpend verhaal van Kara, Simon. Ongelooflijk. Wat ik zo mooi vond is dat haar man zo liefdevol meegaat in haar zoektocht naar de waarheid. Dat ze echt samen de Bijbel gaan lezen en overtuigd raken van de waarheid van Jezus de Messias. Dat raakte me echt. En daarom vond ik het des te erger om te horen dat haar man korte tijd later vermoord is. Ja, dat is christen zijn in Afghanistan. Dus kiezen tussen leven en dood. Kies je voor de Heer Jezus, ontvang je het eeuwige leven. Prachtig. He, zo waardevol. Tegelijkertijd kan dat in Afghanistan betekenen dat het ook je dood wordt. Hier op deze aarde. Ik vind het heel bemoedigend om ook in het verhaal van Kara te horen dat ze geholpen en gesteund is door lokale partners van Open Doors. En dat is wat we vanuit Nederland ook kunnen doen. We kunnen in de eerste plaats bidden voor de vervolgde kerk. Het eerste wat ze altijd vragen. En daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om de vervolgde kerk ook praktisch te steunen. En een van die mogelijkheden is natuurlijk een donatie doen. En om je een idee te geven wat het nou betekent als je je geld geeft voor de vervolgde kerk. Voor €60 kunnen we 3 geheime gelovigen bereiken door middel van een radio-uitzending. En voor €51 kunnen we een gelovige in een land zoals in Afghanistan langere tijd voorzien in het levensonderhoud.
En voor 24 euro kunnen we 3 christenen bereiken met een discipelschapstraining. En een discipelschapstraining geven. En het zijn gewoon een paar praktische voorbeelden waarmee je de vervolgde kerk echt tot steun bent. Nou, tijdens deze virtuele reis naar Afghanistan willen we ook jou als reiziger de mogelijkheid geven om de vervolgde kerk te steunen door middel van je donatie. En daarom kun je dat doen via een QR-code die in beeld komt. En ja, ik kan alleen maar zeggen, van harte aanbevolen. Zeker. Volgens mij, Simon, is het tijd om pilau te gaan eten bij Gulshan. Zullen we gaan? Laten we dat doen. Echt fantastisch uit. En het ruikt ook heerlijk. Heerlijk. Weet je wat het is? Nee, maar dat weet jij denk ik wel. Het Kabuli pilau heeft Gulshan mij net verteld. En dat is rijst die ze maken in heel veel olie. Er zit verder ook lamsvlees in en wortel, heel veel knoflook en lekkere kruiden. Dat ziet er echt super uit. Wel fijn, voordat we naar de overdenking van Peter gaan luisteren, dat we eerst even wat te eten hebben. Weet je, eigenlijk moet je met je handen eten, hè? Oh. Maar goed, wij zijn experts, zullen we maar een lepel gebruiken? Ja. Lijkt me wel, ja. Enjoy! Ik ben benieuwd. Lekker hoor. Rukkelijk. Hij was helemaal komen lopen uit Afghanistan. Uit een bergdorpje waar hij samen met zijn familie de geiten hoedde. Reza Uruskani heette die. Veel Afghaanser ga je het niet krijgen. Op het moment dat hij aankwam zaten onze militairen in de provincie Uruskan. Uruskani. Reza van Uruskan. Gelopen via het noorden, Afghanistan. En toen dwars door Turkije heen te voet. En dan overgestoken naar Italië. En via Italië kwam hij terecht in Parijs. Op een bankje, Champs-Élysées. Daar ontmoet hij een Iraanse man die net christen was geworden. Zo enthousiast over de Bijbel, het woord van God. En in de taal die ze samen spraken, het Farsi, gaf deze Iranier hem een Bijbel. Hij zei, dit moet je eens lezen. Maar Reza was sceptisch. Reza die zei, volgens mij staat er in de Bijbel allemaal wat er ook al lang in de Koran staat. Maar Reza begon te lezen. En de Iranier hield vast, dag aan dag. Hij las achter elkaar door het Oude Testament. En toen hij bij Malachi was, laatste boek van het Oude Testament, zei Reza, ik heb nog niks nieuws gelezen. Dit staat ook allemaal al in de Koran. En toen zei de Iranier, ja, maar je moet wel doorlezen. En Reza sloeg de bladzij om. Hij dacht, ik geef het nog een kans. En hij begon aan het evangelie van Matthäus. En hij las over het geslachtsregister, over de wijzen uit het oosten. Totdat hij aankwam in hoofdstuk 5. En hij las in vers 43 en 44 dit. U hebt gehoord, zegt Jezus, dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en die u vervolgen. Zo zult u kinderen zijn van mijn vader die in de hemel is. En Reza vertelde mij dat hij op dat bankje in Parijs in elkaar zakte toen hij dit las. Hij viel letterlijk van het bankje af op zijn knieën voor Jezus, gaf zijn leven aan Jezus en zei, Heer, als u dit bent, dan wil ik u volgen. Reza was opgegroeid met, dat noemen wij in het Latijn, de lex talionis. De lex talionis, dat betekent de wet van de vergelding. In dat bergland van Afghanistan had je niet zomaar politie of justitie die recht kwam doen. Dus als jij een conflict had met de buren, ja, dan moest je dat zelf oplossen. Sloeg iemand jou een tand eruit, dan mocht jij ook een tand eruit slaan. Beschadigde iemand jouw oog, dan mocht je het oog van een ander ook beschadigen. De wet van de vergelding. En als iemand een vervloeking over jou uitsprak, dan was er maar één ding wat je kon doen, je moest hem doden. En dan komt Jezus en die zegt, je vijanden moet je niet haten. Moet ze lief hebben. Zegenen wie jou vervolgen. Nou, dat is een omkering van ongekende weerga. En Reza, die zakte voor zoveel liefde door zijn knieën heen.
Want vergeving heeft een eigen kracht. Ja, het woord vergeving is in het Nederlands een beetje een lastig woord. In het woord vergeving hoor je geven. En dan denken mensen, ja, nou heeft de ander me zoveel kwaad aangedaan en dan moet ik nog iets gaan weggeven ook. Dat wordt mij veel te gek. Maar vergeven in de Bijbel betekent niet dat je iets weggeeft. Vergeven betekent letterlijk in het Grieks ontbinden, losknopen. En wat knoop je los? Ja, dat is de wraak. Vergeving betekent dat je afziet van de wraak. Dat als de ander oversteekt op het zebrapad, dat je geen gas geeft, maar dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, ik geef de boosdoener, de vervolger aan u. En ik vertrouw erop dat u volkomen wraak kunt doen tot heil van de ander en tot heil van mijzelf. Dat is eng. Dat is spannend. Dat kun je uit jezelf niet, want wij willen pas vergeven als de relatie helemaal goed is. En als de ander door zijn knieën gaat en zo. Maar toen Jezus vervolgd werd en de spijkers door zijn handen gingen aan het kruis, toen heeft hij het gebeden, Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. En in dat gebed ligt de ruimte om vervolgers te zegenen. Reza leerde het. En Open Doors in het veld, als de kerk vervolgd wordt, leert het de vervolgde christenen om een gebed te bidden van vergeving. Is dat niet te veel gevraagd, zou je denken? Nou ja, in het veld zien we de zegen ervan. De zegen als vervolgde christenen gaan vergeven. Niet om het kwaad maar onder het tapijt te schuiven. Maar juist om het kwaad te brengen voor de troon van God. En te zeggen, Heere God, mij loopt het uit de hand. Ik kan geen wraak oefenen. Ik doe te veel of ik doe te weinig. Maar u weet wat heilzaam is. U weet wat goed is. Zegen hen die jou vervolgen. Dan verdwijnt de wet van de vergelding. En dan komt er in plaats van wraak, genezende liefde. Die de dingen ook altijd wel op de goede plek zet. Dat God de dingen rechtzet. En wat is het heerlijk. Als zelfs vervolgers dan door hun knieën gaan. En het leren zeggen, Heer, wat wilt u dat ik zal doen? Mag ik voor jou zo'n gebed bidden? Heere God, hemelse Vader. Wij danken dat u een God bent van genade en vergeving. En dat u ons voor bent gegaan in een gebed om vergeving. Om de wraak los te laten en aan u te geven die volkomen de wraak op Golgotha hebt gestild. Heere God, wij bidden u voor elk mens die vervolgt in Afghanistan en ver daarbuiten, dat u harten zacht maakt. Wij bidden u voor mensen die beschadigd zijn geraakt onderweg door de wetten van vergelding, door wraak van vervolgers. Wij bidden, Heere God, laat uw koninkrijk komen en leert u ons uit uw vergeving te leven. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel Peter voor je mooie overdenking. Het is echt een goede reminder, hè? Je vijanden liefhebben. Maar dat betekent dus ook de Taliban. Ja, terwijl ze echt hele heftige dingen doen. Een heel krachtig voorbeeld daarin was Anna altijd. Hij ging naar de scholen van de Taliban, waar de Taliban-strijders werden opgeleid. Ging hij naartoe om het evangelie te delen en ook om bijbels te brengen. En dat niet alleen, ze zagen daar ook uit naar zijn komst. Dus dat is best bijzonder. Prachtig. Ja. Ik vind het ook zo mooi hoe die islam spelt. Hè? I sincerely love all Muslims. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, of jij Simon. Maar als je bedenkt wat voor gruwelijke dingen de Taliban doet, vind ik dat persoonlijk best wel lastig. Ja, ik vind dat ook wel lastig hoor. Maar als ik dan denk aan Anna, hoe hij diep bedroefd was toen Osama Bin Laden dood was. Hij huilde echt, omdat hij had zo graag naar hem toegegaan om het evangelie met hem te delen, om over Jezus te vertellen. Ja, dat kon op dat moment niet meer. En daar was hij echt heel verdrietig over. Ja, dat is een mooie les voor ons, zijn drive, hè, om moslims met Jezus kennis te laten maken. Wie ons ook meer kan vertellen hoe het leven is onder de Taliban is Gulshan. Daar zijn we natuurlijk nu bij in huis. Zij woont met haar twee kinderen hier en weet als geen ander hoe het is om te leven onder het regime van de Taliban. Dus laten we naar haar verhaal gaan luisteren. Hoop is wat kan hè? Die abham Taliban ke rehmokaram par honge. Wo Taliban, jo sirf nazariye ke ikhtilaf ke baas katl ko farz samajhte the. Wo Taliban جو عورتوں کے تعلیم حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے وہ طالبان جو خواتین کو نہ محرم سے گفتگو پر
पत्थरों से मारते थे। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंखें कैसे डालूं, कैसे खुद को समझाऊं कि हवस के पुजारी उसको छोड़ देंगे? अगर हमारे ईमान का उनको पता चल गया तो क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं या इधर ही रहें? मगर भाग कर जाएंगे कहाँ? और अगर यही रहे तो हमारा बनेगा क्या? मौत का साया भागने पर भी पीछा करेगा, और अगर इधर ही रहेंगे तो भी सर पर मुंडलाता रहेगा। उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे? मैं खुद को और अपने शोहर को इन मुश्किलात के लिए तैयार करती हूँ, पर जब अपनी बेटी और अपने बेटे को देखती हूँ तो दिल बैठ सा जाता है। ऐ खुदा, मुझे ताकत बख्श। ऐ रब, मुझे हिम्मत बख्श कि मैं अपने बच्चों, हाय नहीं, खुदा ना करे, खुदा ना करे, बिल्कुल भी नहीं ऐ रब। तालिबान घर घर ढूंढ रहे हैं, लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, और पता नहीं उन्हें किसने ईमानदारों के बारे में बता दिया है। हर घर में हमारी तलाशी कर रहे हैं, और अगर हम में से उन्हें कोई मिल जाए वही उसे कत्ल कर देते हैं, जैसे उनका खानदान। पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे, पता नहीं वो किधर हैं। क्या वो ठीक होंगे? उनकी बड़ी याद आती है, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। हमारा बहुत दिल करता है कि हम इसी तरह अपने ईमानदार बहन भाइयों के साथ अपने खुदा की परस्तिश करें, उसके हजूर सर झुकाएं, पर अब ये मुमकिन नहीं। हम सिर्फ अपने बुजुर्ग को रात की तारीकी में हमसे मिलने की इजाजत देते हैं, ताकि ना उनको कोई देख सके ना हमें। हमारा ईमान मसीह पर है। Eén zinnetje bleef bij me haken toen we Kulsjaans verhaal hoorden net, Simon. Namelijk, de schaduw van de dood volgt ons. Ik probeer me dan als moeder voor te stellen hoe dat moet zijn, en jij als vader vast ook, dat je kinderen geen veiligheid en een hoopvolle toekomst kan bieden. Ja, dat is volgens mij heel complex als ouders zijnde. Ja. Dat bleef bij mij ook hangen. De schaduw van de dood achtervolgt ons, of we nou blijven of gaan. Dus precies. Altijd. Ja. En het feit dat je in je eigen huis, dus achter je voordeur, niet veilig bent, omdat de Taliban van deur tot deur gaat. Ja. Ik heb zelf een dochter. Nou, ik moest er niet aan denken. Nee. Afschuwelijk. En je kunt je goed voorstellen dat heel veel mensen Afghanistan ontvluchten. Hè? Mm-hmm. Er zitten duizenden mensen in vluchtelingenkampen. En we gaan nu ook op bezoek in een vluchtelingenkamp. Dus dat is denk ik vast heel boeiend. Mm-hmm. En die vluchtelingen hebben weer te maken met hele andere uitdagingen. Конечно, есть, но выход нет, но есть человек, я вообще, ну, на Афганистан, каждый обычный людик, их жизнь есть опасна. Они живут на опасной. Они когда утром проснутся, дальше ночь, когда и спит, они не знают, а завтра на самом деле они проснутся или нет. Да, я здесь не была. Если я в Афганистане была, я здесь не была. Сегодня здесь не была, потому что они очень много убили, очень много. Как они заходили уже до этой недели, как я родителей знаю, они говорят, просто как бараны режут, они тоже так к человеку относятся. Для них это очень спокойно. Конечно, они много чего, которое происходит, они не пускают на медиа, что все узнают, но которые я знаю через друзья, через знакомых, которые остались там, но они убьют просто и все, без вопросов. Так, без наказания. Дальше на улице можно, типа, убьют. И вот поэтому сейчас брат, который иногда мы разговариваем, он говорит, просто мы живем здесь и все. Никакой свободности, никакой... Ну, ничего не может делать, просто они живы и все. Сейчас жизнь очень сложна там, в
потому что каждый раз я, когда звоню в родители, я их не слышу голос. Они очень сложно дальше разговаривать, потому что жизнь очень сложна там. Как-то либо пришли, их не с чем кушать, работов нету, купить и кушать. Я когда кушаю, дальше я не смогу глотать его. Я когда хорошо кушаю, я всегда вспоминаю. Так хорошо было бы, если родители или если кто-то там, я смогу их вот этот кусок хлеба с ними поделить, чтобы мы все вместе покушали. Но, к сожалению, чтобы я не смогу сейчас. Поэтому они всегда требуют что-то, какой-то помощи, чтобы я, типа, я уже старшая дочка, я живу в другой стороне, там уже тихо, могут работать, у нас здесь работы нету, поэтому разговаривают, да, они всегда разговаривают, мне очень больно, чтобы я не смогу, к сожалению, их не помочь никакой. Я вообще почти забыл свою страну, потому что я себя здесь чувствую как свой. И когда я работаю, иногда из клиентов, из друзей здесь, я никогда не чувствую, что я другой. Ну, я немножко язык уже учил, вот поэтому тоже никогда не чувствую, что я на другой стороне живу. Я думаю, просто это свой дом. Ну, но вера, вообще наша церковь, я конкретно могу говорить, не просто церковь, но, конечно, это близкая семья. Что есть на моей жизни, я прям могу доверять дальше лучше, чем родной брат. Вот родной брат или родная сестра много чего от моей жизни они не знают, которые наша церковь знает. Вот поэтому я могу точно, что церковь — это наша настоящая семья. Ну, кроме духовной веры, это настоящая семья. Вы знаете, я так радуюсь, чтобы, слава Богу, у меня есть, хорошо, нет родителей, у меня чуть-чуть далеко, но у меня есть большая семья. Я здесь никогда одного не чувствовала. Эта церковь – это для меня большая семья. Очень. Я здесь, когда приду в воскресенье, я здесь себя открою, открываюсь. Я здесь хорошо себя чувствую, расслабляюсь. Это для меня большое спасибо, большая семья для меня. Opnieuw, best een heftig verhaal wat we te horen krijgen, hè? Zeker. Ik vind uit de vorige ontmoetingen en ook uit deze, ik zei het al, hè, gevangen in je kleding, gevangen in je huis, gevangen in je land. En nu ja, zien we iemand die is gevlucht uit zijn eigen land en eigenlijk opnieuw gevangen zit in een vluchtelingenkamp met zoveel beperkingen. Precies, echt ontworteld ook. Hè? Je spreekt de taal niet, je kunt geen werk zoeken. En wel die druk en verwachting vanuit van familie in Afghanistan. Dat greep me ook aan, terwijl ze daar niet aan kunnen voldoen. Ja. Hey, we gaan natuurlijk niet virtueel op reis naar Afghanistan en weer terug, zonder dat we ook daadwerkelijk bidden voor vervolgde christenen. Anne van der Bijl, die zei altijd, onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Onze gebeden gaan over grenzen, door gevangenismuren en door gevangenisdeuren heen. Met andere woorden, onze gebeden zijn grenzeloos, dus laten we zo ook echt met elkaar gaan bidden. Maar er zijn eerst nog wat personen die graag een persoonlijk gebed aan jou willen vragen. Wie zegt je het aan? Очень спасибо, благодарна такой люди, которые они пожертвуют, помогают. Вы знаете, я словами не могу передать их. Я очень радуюсь, чтобы есть у нас такие братья и сестры, чтобы они помогают. Я очень рада. Я говорю, на словами невозможно выдает таких. Я очень рада и благодарю таких, чтобы они у нас есть, таких человек. Конечно, в начале для всех, чтобы, которые у нас тоже, да, вы сказали, у нас много в крестьянине, может быть, там есть. Я, конечно, прошу, чтобы молились для их, не мою семью, потому что, конечно, я хочу, чтобы они оттуда ушли, хотя бы пусть живут в Иране. Там жизнь не того, что плохо, там невозможно. Каждый день хуже и хуже. Поэтому я прошу, пожалуйста, чтобы молились на тех, которые нуждаются, и на мои родители. Ну, конечно, первый благодарю очень сильно. Очень сильно благодарю. Но пусть молятся дальше. И молятся больше, я думаю, за Талибу.
Конечно, талиб – это наш враг. Они убьют, но, по-моему, надо молиться для Пусть они принимают веру. Да, родной близко. Wat bijzonder om te horen, Simon, dat mensen de kracht van gebed zo sterk ervaren. Mm-hmm. Dus lijkt me heel goed dat wij nu samen ook gaan bidden voor alle Afghanen die we vandaag ontmoet hebben tijdens de virtuele reis. Maar ook voor de familieleden die God nog niet kennen. Laten we ook bidden voor de Taliban. Dat lijkt me ook heel belangrijk. Ja, de gebedspunten die zullen in beeld verschijnen. En voel je ook vrij om jouw gebed in de live chat te delen. Zullen we bidden? Laten we dat doen. Thank you.
Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor alle mooie ontmoetingen die we mochten hebben met Afghaanse broers en zussen. Heere, we danken u voor het nieuwe leven wat ze vonden in u, voor hun volharding. Heere, dank u dat niets en niemand hen kan scheiden van uw liefde. In Jezus' naam. Vader, naast dat we danken en bidden voor onze broers en zussen in Afghanistan, willen we ook bidden voor de Taliban, voor de Taliban-strijders, Heer, dat ze u mogen leren kennen. Hier wilt u hun hart in aanraken met uw liefde, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wat een bijzondere reis, Simon. Vond het echt zeer indrukwekkend. Ik ook. Ja. Ik wist natuurlijk, en jij ook, dat Afghaanse christenen het heel zwaar hebben. Maar het is echt wel een diepe besef gekomen van hoe moeilijk ze het eigenlijk hebben. Vooral dat stukje gevangenschap, hebben al die verschillende vlakken in het leven. Precies. Vond het echt wel heftig om te zien. Nou, en het heeft mij ook weer heel erg geraakt om van de noodzaak gezien van dat we moeten blijven bidden voor hen. Dat is zo belangrijk. Ja. Ja, en als je wil blijven bidden voor de vervolgde kerk, is het ook belangrijk om te weten wat daar gebeurt en hoe het gaat met je vervolgde broers en zussen. En daar wil Open Doors je heel graag in van dienst zijn, want we hebben een prachtige gebeds-app die gratis is te downloaden in de Play Store of in de App Store. Heb jij hem op je telefoon? Tuurlijk, ja. Ik vind het zo mooi. Ik ontvang elke dag een notificatie met een kort gebedspunt, zodat ik op dat moment ook echt heel specifiek kan bidden voor de vervolgde kerk. Echt superhandig. Heel concreet wordt dat dan, hè? Ja. Dat je die foto's ziet en een gebedspunt leest. Absoluut. Als je nou wil napraten over deze virtuele reis, want er is heel veel gezegd, we hebben heel veel gezien, dan ben je van harte welkom om naar ons kantoor toe te bellen. Tijdens kantooruren zijn we daarvoor bereikbaar. En we vinden het heel fijn om met je na te praten ook. Ja. Dus doe dat ook vooral. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid tijdens deze virtuele reis. Bedankt voor je gebed. En ik zou zeggen heel graag tot ziens. Tot ziens.